Want Fadiga toch ook gescoord op het WK, bijvoorbeeld in Japan. Dat WK waar Senegal het zo goed deed. Tot in de kwartfinales geraakte met. En ook dit seizoen hebben ze het dus behoorlijk lastig. En dat is een understatement. Twee punten in de kloof met Oostende. Zij zullen gaan uitmaken wie SL6 vergezeld. Mathematisch dan van de degradatie als Serijn hier wint. Maar hier is Schoofs goed terugleggen. Daar is de kans meteen voor Sales. En dan Papessi in twee tijden. De eerste schot tussen de palen. Vanwege Arthur Sales. Hier nog een keer naar de kans kijken. Goeie bal van Diego Rosa. Snel gehandeld. Het overzicht. Dan ze zomaar inleveren. Sales. Bedankt Perret daarvoor. Fancha. Met de Diarra voor zich. Goals toen van Schoofs en van Sales. Dit is heel goed van Derman. En hier is Sales opnieuw. Gaat hij opnieuw scoren? Sales, nee. En opnieuw Papessi in twee tijden. Heerlijke actie van Derman, Karim. De tacklende fall ook nog door de beentjes van Le Point. En Sales die is snel. We zien dat Serin een interessante vrije trap krijgt. Daar komt hij, Droenle. Ballongo kan koppen, maar kan niet richten. En zo makkelijke plukbal voor Jari de Busser. Kan hij Kebeenke nog een keer pakken. Korte combinatie met Sales was de bedoeling. Het wordt Schoofs. Fancha veel ruimte. De overlap van de Grant. Wacht hij erop? Nee, gaat achteruit naar Rossa. Die gaat knallen. Rossa! Oh, tegen de staak! Niet aan zijn zijde. Hier gaan we het nog een keer zien. Zag hier een momentum om te trappen. Hij deed het fantastisch. Heerlijke krulbal van Rossa. Talvitier. En daar komt hij, de Fin. Draaien en keren. Een slangenmens. Die daar was komen opduiken. Lichaamsbeweging van Talvitier is goed. Is Diarra kwijt, moet hem steken. Geeft hem mee met Fancha. Soleil nog voor zich, Fancha. Ze gaan het nodig hebben, zijn flitsen. Aguilar goed ingeworpen. Daar is de goal, nee! Sales. Tolinson. Rossa gaat het verrassend zelf proberen. Een van die vele jonge jongens die op de bank zitten. 18 jaar. Oh, opletten, nee! Oh, de Busser. Wat een kans. Was dat voor Bayo. Heel te ver. Hier gaan we nog een keer kijken. Oware, dat is geen lekkere bal natuurlijk. En dan de Busser, die niet echt uit de startblokken geraakt. En dan was die invaller er bijna. Dan kan Beerschot promoveren als het vandaag wint. Of als het morgen wint van Oostende. Maar zover is het nog niet. Want hier was nog een momentje voor Lommel. Die bal bleef daar nog even hangen. Dat je die fout nog blaast in laatste instantie. Nog een voorzet van de Grant. Die stuit er door tot bij Fancha. Legt hem terug. Karim! Laat de Neil nog doorspelen. Ze mogen misschien nog één keer als het snel gaat. Sam de Grant met een ultieme bal. In de box, daar komt hij. De kopbal. En hij gaat naast. Lucas Schoofs. En dat is meteen het einde van deze partij.